Ja, we gaan, ik denk, doen wat wij het leukst vinden. Ja. Nee, klootschieten in Ierland. The King and Queen of the Roads. En daar doen bij de heren en de dames doen daar de beste van Nederland mee. En bij de jeugd, ja, Lotte die gaat samen met Bart Lucas, gaat zij bij de jeugd een duo-wedstrijd gooien. Dus dat is de Junior King and Queen of the Roads. Maar de beste van Nederland, dat komt allemaal uit Overijssel? Ja, nu toevallig wel. Ik bedoel, we hebben ook afvaardigingen gehad uit Drenthe en uit de Achterhoek. Maar dit jaar gaan we met vier tukkers op pad. Maar King and Queen of the Road, is dat een WK, een EK, wat is het? Wij vergelijken het eigenlijk altijd met het Wimbledon. Het is ons grootste internationale toernooi buiten een EK en een WK om. We gaan er net over in, hè? Ik ben eigenlijk als klein meisje, toen ik 4 of 5 jaar oud was, heeft papa mij meegenomen. Want papa die was zelf voorzitter van de vereniging. Ja, sindsdien vind ik het eigenlijk al heel erg leuk om te doen. Is het een sport? Ja, ik vind van wel. Nou, mooi. Gaan we beginnen met de warming up en dan gaan we aan de slag. Het leukste is om je steeds uit te dagen, om steeds beter te worden, steeds een verdere afstand te werpen. Ook in competitieverband. De onderlinge sfeer is heel gemoedelijk. Op het moment dat je echt die EK of internationale wedstrijd gaat spelen. Je leeft echt naar zo'n weekend toe. Je traint veel meer. En ja, op het moment dat je er naartoe gaat, ga je ook met een hele club. Dus je leeft samen eigenlijk naar een moment toe. En dat maakt wel een hechte verbinding met de sport en ook met alle anderen die meedoen. Oh, kill. Heb jij nog doelen die jij wil behalen behalve King of the Road worden? Europees kampioen is altijd nog is een doel. Wanneer zou dat gehaald kunnen worden? Het kan volgend jaar gehaald worden in Duitsland. Ja, jongen. Ja, dat is bij mij ook met de paplepel ingegoten. Want opa doet het, mijn oom doet het, mijn vader doet het. En als 6-jarige gooide ik met papa mee op zondag. Nou, zelf een heel klein klootje uit de schuur gehaald en zelf een keer proberen te gooien. En toen op 9 jaar ben ik erop gegaan. Wanneer bleek dat jij goed was? Ik heb in 2018 mijn eerste Nederlandse titel gehaald. En als jij oudere mensen van de club sprak, die zeiden direct vanaf het begin, ook toen ik 9, 10 jaar was, die zagen gewoon aan mijn aanloop en aan mijn slag hoe ik de kloot weg liet gaan. Die zeiden direct van, die heeft een super mooie slag en zo. En met heel veel trainers zou die er misschien wel kunnen komen. Wat is zijn kracht? In mijn ogen is hij goed omdat hij blijft rustig voor het schot. En dat is natuurlijk ook wel een essentie in een wedstrijd. Want je moet je eigen spel spelen en je moet je niet gek laten maken door de omgeving die er omheen staat. Want ja, onder een wedstrijd kunnen ze proberen je af te leiden. Dat zal ook straks, we gaan naar de Ierland toe, dat zal daar ook gebeuren. Dus dat is wel zijn kracht en ik hoop ook dat hij dat meeneemt. Zodat Bart samen met Lotte hoge ogen gooit. De nieuwkomers die samen met Bas en Silke Team Nederland vormen. Tijdens de King and Queen of the Roads. Voor Silke zou het zomaar in zijn zoveelste titel op rij kunnen zijn. Ik heb vorig jaar mijn 6e titel gehad. Ja. Dus 6 keer daar mogen winnen. Maar hoe groot is je kans? Ja, er doen er 6 mee. Dus kans 1 op 6. Nee, maar hoe groot is je kans? De finale moet altijd haalbaar zijn. En dan is het gewoon de vorm van de dag en zien wie je tegenstander is en hoe het loopt. Gaat hij winnen samen met Lotte? Daar gaan we natuurlijk vanuit. En jij dan? Wat ga jij doen? Ik ga mijn best doen. Nee, we gaan natuurlijk daarheen om te winnen. De bal is rond en de straat is... Het is een lang en moeilijk parcours, dus je weet nooit hoe het uitpakt. Je kunt zeggen, de Ieren zijn in een voordeel. Ze spelen thuis, maar het is en blijft een spel, net als met voetbal. Verrassingen zijn er altijd. Daar gaan we voor. Nou, ik was 16 toen ik voor het eerst naar Italië ging. En toen ik voor het eerst naar Ierland ging, was ik 18. Dus het is super mooi voor haar dat ze dit nu al kan meemaken. Echt een van de grootste talenten van Nederland. En dat je dan die mee mag nemen naar zo'n wedstrijd toe. Dat je die de ins en outs daar van heel dichtbij kunt bijbrengen. Dat is echt, met mijn ervaring is dat gewoon het allermooiste wat er is. En Lotte, is zij jouw held? Ja, Silke is mijn voorbeeld. Ja, echt? Ja. Dus hoor je wel wat ze net zei? Ja. Dat je de beste bent van Nederland. Ja, blijkbaar. Succes, dames. Ja, heel erg bedankt. Goed.